En als een koning komt hij binnen. Dat is de appiëntmenten, dus die buigingsoefeningen waar we net al wat van gezien hebben. We zien dat hij buigzaam moet zijn. Hele mooie takt hier waarin Ankie de appiëntment rijdt. En misschien, Ankie, kan je nog wel wat groter van de grond appiëren. Zie je dit? Heb je dat ook meegemaakt? Elasticiteit, buigzaamheid, mogelijkheid tot verzamelen. Dan kunnen we dit natuurlijk nooit zo ver krijgen. Moet eens kijken wat een afdruk en een veer. Dat is ongelooflijk. En de mogelijkheid vanuit het achterbeen te vertrekken. En dat betekent dat een paard toch in ieder geval moet werken, moet willen werken om dat te doen. Hier de changementen om de twee passen. Hele mooie houding. Ook goed afgesprongen, zijn een duidelijke ritme. Nu gaan we om de pas. Als een paard van nature zich zo draagt, is het natuurlijk ook wat makkelijker om de hele proef zo te houden. Hier de changementen om de pas. Heel goed, mooi doorgesprongen. Dan zien we weer opnieuw hoe belangrijk het is dat de achterbenen heel goed gebogen kunnen worden. Dat het gewicht op het achterbeen overgenomen kan worden. Hier een hele duidelijke inleidende arbeidspirouette. En dan heel mooi klein. Dus kijken wat een kracht dat er op dat achterbeen komt. Heel dat gewicht op het achterbeen. Heel mooi doorgesprongen. Ankie, zullen we een stukje heel mooi werk doen? Want het talent van Cocktail ligt natuurlijk hier in de passage. En u mag dadelijk kijken naar de puur op muziek. Maar we zullen eerst even de passage doornemen. Een verheven draf waarin een paard zich duidelijk af moet drukken. En dan opwaarts moet bewegen. En God maar het weten, misschien kunnen wij als publiek Ankie helpen om Cocktail nog meer van de grond te krijgen. Als jullie in dat ritme weten, alleen in het ritme doen, hè. Ja, hier gaat hij weer. Daar komt hij in de houding. Het is natuurlijk een hele belangrijke zaak dat het paard in evenwicht kan blijven. En hier in die zijgangen, want in de passage en zijgangen rijden is natuurlijk niet niks. Dat is het allermoeilijkste wat je hier bij elkaar kunt bedenken. Nu nog een keer terug dadelijk, Ankie, naar de piaf. Een keer overgang, passage, piaf, piaf, passage. In een proef is dat ook heel belangrijk, in de Grand Prix. Is het percentage wat passage en piaf is meer dan 33%. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel dat het goed gebeurt. Hier zien we mooi overgang. Het is altijd heel moeilijk in de africhting. Heel belangrijk stukje dat goed moet zijn. Nog een keer terug naar piaf. Heel mooi ingezakt. Zien we hem duidelijk zakken in het kruis. En de hoofdhalshouding blijft perfect. Dan vraag ik nu de aandacht voor de wereldbekerkuur van Ankie van Brunsven en Olympic